Welkom bij de Clean Experience. U kijkt naar de instructievideo van de TCE G90 10 bar 9 kW krachtstroom stroomreiniger. Deze wordt standaard geleverd met 6 meter slang. Steek de stekker in het stopcontact. Zet de machine aan met de hoofdschakelaar. Aan de voorzijde van de machine bevindt zich een oranje schakelaar. Zet deze aan. Nu zal de machine op gaan warmen. Bij de eerste keer in gebruik nemen verschijnt er in het display H2O. En u hoort een onderbroken pieptoon. Dit houdt in dat de watertank leeg is. Vul nu de machine met de zwarte dop met water. Hier mag enkel en alleen water in. Nu warmt de machine op en zal er heat in het display verschijnen. Na plusminus 7 minuten zal er in het display go verschijnen. En is de machine gereed om te stomen. Deze machine is voorzien van een detergenttank. Deze is te herkennen aan een rode dop. Hier kan een niet schuimend product in. Bij voorkeur TCE Bio Steam Clean. Aan de linkerkant van het display zit de detergentbutton. Aan de rechterkant van het display zit de hydrojetbutton. De hoeveelheid extra product of extra water is in te stellen door de button ingedrukt te houden. In het display verschijnt een getal. 1 is minimaal, 32 maximaal. Product of extra water. Sluit de slang aan op de machine. Controleer of de O-ringen aanwezig en niet beschadigd zijn. Open het zwarte klepje aan de voorkant van de machine. Steek nu met één vloeiende beweging de slang in de machine. Uitleg bediening slang. In en op het pistool zit de bediening van de stoomreiniger. Hier kunnen alle functies in- en uitgeschakeld worden. In het handvat zit de hendel om de stoomfunctie in- of uit te schakelen. Deze moet ingeknepen worden om te kunnen stomen. Laat de hendel los om het stomen te stoppen. Voor de veiligheid is de stoomfunctie te blokkeren. Dit kan door het rode klepje open te klappen. Nu kan er niet gestoomd worden. Op het handvat zit de schakelaar om de detergent of de hydrojet te kunnen bedienen. Druk deze hendel blijvend in om het reinigingsproduct en of extra water toe te voegen aan de stoom.